gevechten, conflicten. Heftig, geweld en ja, armoede. Tanks en massamoorden. Landen die het niet met elkaar eens zijn en het gaat over geld. En ze willen meer macht hebben, dus dan gaan ze vechten tegen elkaar. Ik denk eigenlijk ook direct al aan Hitler. De nazi's, veel gevechten, de geallieerden. Dat Hitler zijn leger te klein vond en hij is dat gaan uitbreiden. En toen wilde hij heel veel macht hebben. En in het begin in Duitsland had hij dat ook al. En daarna wilde hij nog meer macht en nog meer. En toen is hij al de landen eigenlijk, ja, wilde hij gewoon bij Duitsland laten horen. Om het groter te maken. Holocausten en een soort van vergif. Ja, concentratiekampen, Joden en Duitsers. Aan schuld eigenlijk wel, want ja, de Joden kregen gewoon de schuld van alles, terwijl het gewoon niet zo was. Dat was een beetje aan het einde van de oorlog. En toen hadden heel veel mensen hongersnood en ze gingen zo boerderijen en ja, veeën. Zeg maar vee stelen. Dat ze zoveel honger hadden dat er eigenlijk niks in de pan zat. Alleen dat ze gewoon de korstjes geraten. Het is gewoon naar om gewoon geen eten te hebben. En dat je dan, dat het dan gewoon soort van begint het pijn te doen in je buik. Gewoon echt pijn. Want zoals als je bijvoorbeeld nu je zegt ik heb honger. Dan is dat eigenlijk nog niet echt honger. Terwijl ze toen dat daar hadden. Toen had niemand eten. En toen moesten ze allemaal... ook bloempollen gaan eten, omdat ze maar geen eten hadden en konden betalen. En ze hadden wel voedselbonnen, maar die, ja, daar moesten ze ook dingen voor ruilen. En mijn oma bijvoorbeeld, die had maar heel weinig spullen, maar haar moeder gaf haar keukentje weg voor een paar van die bonnen. En dat was best wel heftig voor haar. Het waren de mensen die tegen Hitler en de Joodse vervolging waren. Ze zorgden voor eten voor mensen. Ze hielpen Joden die onderdoken. Daar was bijvoorbeeld, gingen ze Duitsers doden, soms ook wel eens. En gewoon demonstreren en posters ophangen. Die gingen zeg maar Joden helpen. Die gingen ook allemaal wapens smokkelen. Dus dan kwam bijvoorbeeld iets uit een vliegtuig gegooid. Volgens mij gingen ze ook zeg maar stiekem bijvoorbeeld van die speldjes bijvoorbeeld dragen met de vlag van Nederland erop. Of ze gingen kleren, bijvoorbeeld een rode trui, een witte broek en zeg maar bij de was hangen, zeg maar als klein verzet. Bij Artis hebben ze een kantoor en wouden ze papieren in brand steken, want daar stonden allemaal mensen in zo die Joods waren. Alleen die actie was is deels gelukt, maar deels ook niet. En die mensen zijn opgepakt en waarschijnlijk toen allemaal vermoord. Er werden eigenlijk mensen naartoe gebracht en dan werden ze op trein gezet. En dan werden ze bijvoorbeeld naar Duitsland of zo of naar Polen gebracht. Er werden ze gevangen gehouden en heel slecht verzorgd. Kamp Amersfoort, daar zaten ook mensen opgesloten en daar werden ook, dat was volgens mij ook met mannen uit Putten, die zaten daar ook opgesloten en die werden zeg maar, die dachten eerst waar gaan we nou heen en zo, maar daarna toen dachten ze al dat ze zeg maar naar een concentratiekamp gingen, werden afgevoerd. Ja, deze bunkers eigenlijk ook allemaal en hier natuurlijk, bij de bunkers en ja, volgens mij ook heel veel in de Treek. Is ook veel gevochten volgens mij en ja, bij water is volgens mij, zeg maar bij Brugge is ook veel gevochten. Nou, de opa van mijn vader, die was bakker in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, die pakte brood voor de Duitsers. Ik had een oude opa, die was 102 geworden. Die heeft allebei de wereldoorlogen meegemaakt. Hij werd in de Eerste Wereldoorlog geboren. Maar hij had een boerderij. En daar had hij paarden en vee.
Dat vee heeft hij verstopt in de bos en daardoor kon hij nog geld verdienen met zijn vee. Mijn overgrootopa, die ging volgens mij mee met een trein en die is er toen uitgesprongen zodat hij kon vluchten. Mijn opa die had een vader en toen kwamen de Duitsers, die kwamen toen aan de deur. En toen moest mijn opa zeggen dat hij er niet was. Maar hij zat gewoon boven verstopt. De opa van mijn moeder, die moest ook met de trein mee. En die is uit de trein gesprongen. En die is zich verstopt in het gras. En toen is de trein gewoon verder gereden. Dus hij is ontsnapt. Anders moest hij naar een werkkamp. Mijn overgrootopa van mijn vaders kant, die heeft zich ook tegen de Duitsers verzet. En die ging Joden helpen. Je weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. En het zou elk moment een bom op je huis kunnen vallen of ergens anders. En ja, ik zou gewoon ook bang zijn voor mijn familie en zo. Ja, gewoon, ik zou het echt spannend vinden. Gewoon alsof er gewoon mensen, de tegenstanders, gewoon in één keer je huis binnen kunnen komen of zo. Dat ze je wegbrengen ergens heen. Ja, eigenlijk heel bang zijn. Vreselijk. Ik vind het ook heel naar voor die mensen die erin hebben gezeten. Want ja, je had ook natuurlijk gewoon een normaal leven willen leven en niet in de oorlog. Het zou me heel naar lijken, zeg maar. Om daar dan te leven. Dat je overal schoten hoort en bommen. Niet, ja, ik heb veel liever dat ik natuurlijk nu leven zou. Maar daar kan je niet per se iets aan doen. Ik hoop dat mijn vader en moeder dan wel iets deden met de Joden. Met mijn zus doe ik soms brieven schrijven. En dan doen we dat onder elkaars kussen leggen. En dan maak ik het zo weer goed. Nou, meestal gewoon sorry zeggen en gewoon elkaar een hand geven. Mijn vriendin stuurt een appje dat me spijt of de volgende dag of lost het op. Gewoon met de meester of juf. Maar niet met bommen en geweren. Ik denk, in principe kan dat altijd nog wel gewoon gebeuren dat er opeens een conflict of zo ontstaat. Ik denk zelf dat het wel nog zou kunnen gebeuren. Dat er gewoon iemand kan zijn die zijn eigen land wil overnemen en andere mensen gaat overtuigen. En dat hij ook andere landen wil gaan overnemen, de baas over wil zijn. Als het dan gebeurt, dan komen allemaal andere landen mee bemoeien. Dat het dan het gewoon niet gaat gebeuren. Het is nu tussen Rusland en Oekraïne is het wel mee, maar ik denk niet dat er de hele wereld zich mee gaat bemoeien. Maar ik denk wel dat er nog bijvoorbeeld twee landen bij komen, zoiets. Nee, ik denk dat we er wel van hebben geleerd hoe erg dat was. En we herdenken natuurlijk elk jaar ook weer de oorlog. Dus ik denk niet dat dit nog een keer zou gebeuren. We doen wel altijd gewoon 2 minuten stilte, anders kijken we het op televisie en ja, en op school bidden we ook wel. Dat je gewoon nadenkt over de slachtoffers van toen. Gewoon dat ze eigenlijk voor ons, anders was het eigenlijk een hele andere wereld. Zij hebben eigenlijk hun leven gegeven voor ons, dat wij nu normaal kunnen leven. En ja, eigenlijk vind ik wel dat je daaraan moet denken. Ik denk er ook wel vaak bij na, bijvoorbeeld. Zo van, ja, in de Tweede Wereldoorlog hadden ze dit niet, weet je wel. En dan ben ik eigenlijk gewoon dankbaar dat we nu leven en niet dat ik geboren ben in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk aan hoe erg het is dat hoeveel mensen er, onschuldige mensen er zijn gestorven en eigenlijk nog een leven voor hun hadden. En ja, dat is echt zo vreselijk. Dat is gewoon onvoorstelbaar.